Surinaamse regering treft voorzieningen voor gestrande burgers. De Surinaamse regering heeft naar aanleiding van de situatie rondom COVID-19 voorzieningen getroffen voor gestrande burgers. De diplomatieke en consulaire diensten zijn geïnstrueerd om Surinaamse staatsburgers en ingezetenen die willen repatriëren naar Suriname te registreren. De Surinaamse regering biedt ook een financieel tegemoetkomingspakket aan behoeftige Surinaamse staatsburgers die als gevolg van de ontstane situatie langer vertoeven in het buitenland en niet meer in hun levensbehoeften kunnen voorzien. Deze informatie heeft Luciano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gepresenteerd. De BUSA-topper heeft deze update gegeven op 17 maart 2020 tijdens de persconferentie in zaken COVID-19, waarbij overheidsvertegenwoordigers de samenleving dagelijks inlichten over de stand van zaken. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.